René van Leuken, werkt al bijna 28 jaar als kraammachinist bij Gebroeders van Erp in Os. Elke ochtend om 6:30 begint hij met een bakje koffie in de kantine. Met plezier. Ja, ik sta elke morgen met plezier op. Ik heb nog nooit één dag gehad dat ik dacht van, non de ju, ik moet gaan werken. Maar wat vindt hij er nu echt leuk aan? Het geluid, het groot, het bewegen. Ja, de olie, de diesel. Ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Ja, gewoon het werken met grote machines, dat is mooi. Ik weet niet, het is een kriebel die in dit vak zit gewoon. Noem het maar zoiets. Deze ochtend heeft hij een klusje bij een particulier. We hebben grote werken gehad die 3 maanden duren. Dat is bijna wel het langste van mij. Een half jaar heb ik 2 keer gehad. En dan zijn het ooit klussen van een dag, klussen van een paar dagen, ooit van een paar uur. En dan moet je thuis ook achterstaan. Dat je kunt zeggen van ik kom later. Zonder een flexibele thuis lukt dat ook niet. Wat hij ook een uitdaging vindt in zijn werk is het omgaan met verschillende soorten mensen. Je zit in volksbuurten, je zit in de betere wijken, zoals ze de mensen daar zelf toch noemen, maar ja, dat is toch ander volk, zeggen wij altijd. Maar het leuke is om overal mee om te gaan en proberen elke taal te spreken. Als wij komen en wij gewoon hier aan de straat beginnen, dan wordt een grote rotzooi en dan wordt niet een beetje rotzooi. Dan hebben de mensen heel veel overlast en dat geeft chagrijn. En om het dan toch zo in te breien, ja, dat toch moeten dat de mensen inzien van, ja, het kan niet anders. En jullie doen het op de goede manier. En je gaat daarna mijn goede gevoel weg. Dat ze toch zeggen van, ja, het was leuk, ondanks de rotzooi, ja, dat geeft een fijn gevoel.